Want jij bent nu nog in contact ook met de rabbijn, hè? Absoluut. Ja. Zeker weten, ja. Dus jij voelt zeker niet dat je uitgestoten bent? Integendeel. Moest ik toch voor een reden hier en daar voor een event nog langskomen of het Jodenkwartier voorbij lopen of bij mijn ouders thuis, is altijd dezelfde reactie waarom dat ik niet vaker langskom. Ja. En waarom dat we ze mij zo weinig eigenlijk zien. Ja. Dus ook jouw familie zegt niet, kom niet meer naar huis, we willen niks met jou te maken hebben? Totaal niet. Integendeel, nogmaals, ze vinden het juist erg dat ik te weinig langskomen. Ja. Ja, zo althans heb ik het ervaren van mijn ouders. Dat voor hun het belangrijkste was eerst en vooral dat dat kind gezond en gelukkig is. Ja. En daarbovenop al het, ja, dat is bijzaak. Maar ben jij boos op je ouders dat zij... Totaal niet, omdat ik besef goed genoeg dat dat niet eenmans beslissing geweest was. Dat is al generaties ook trouwens. We hebben het ook geërfd van onze voorouders. Ik respecteer ze nog altijd. Ik hou nog van heel veel van mijn Joodse vrienden en kennissen van vroeger, waar ik nog altijd contact mee samen heb. Tuurlijk dan. Absoluut. Ook jouw vrienden die komen rond de tafel met jou? Zeker weten. En ik ga nog iets toevoegen. Zelfs bij ons thuis, op Shabbat diners, dus tijdens de zaterdag als de hele familie samen zit, waren we zonder taboe alles op tafel gelegd en daarover gedebatteerd. Dus het was op een heel redelijke manier en respectvolle manier natuurlijk. Ja, en doet mij inderdaad denken aan hoeveel voorwaarden en hoeveel goede aspecten en goede dingen dat ik van die gemeenschap geleerd heb. Mm-hmm. Absoluut, altruïsme binnen de Joodse gemeenschap is inderdaad een model om van een voorbeeld te kunnen nemen. Dus nee, en ik ben ook niet de enigste. Ik ken meerdere mensen die inderdaad ook met de jaren afstand genomen hebben van hun school en de manier van hoe dat ze opgebracht waren. En ze zijn allemaal, zonder uitzondering, nog altijd thuis welkom. En niet alleen maar bij hun ouders thuis, maar iedereen in de gemeenschap. Ja. Tuurlijk. Ja.